Hoe kijk jij terug op het afgelopen half jaar? Hè? Jouw eerste half jaar in Friesland? Ja, goed. Ik heb snel mijn draai gevonden in het team. En, ik denk dat het team ook in het begin een moeilijke start had. En dat we dan altijd beter en beter op doorgekomen zijn. En, ik denk dat we dan een goed eerste seizoenshelft hebben gedraaid. Maar dat was ook vorig jaar het geval. En dan hebben ze een diepje gekend tweede seizoenshelft. Dus hopelijk gebeurt dit jaar niet meer. Nou, wel positief, maar het kan altijd beter. Ja, ik ben wel blij met de minuten die ik heb gehad. Ik vind dat ik toch wel redelijk wat minuten heb kunnen maken. En dat ik dan nog heb kunnen scoren vind ik ook mooi. Maar ik vind dat ik toch nog wel in bepaalde dingen nog wel meer vooruitgang kan boeken. En dat zijn? Nou, ik denk mijn linkerbeen. En ja, soms moet ik toch betere keuzes maken, denk ik. Je bent vrij kritisch. Ja, zeker weten. Ik wil gewoon het beste hier zo laten zien. En ik wil mezelf steeds gewoon verbeteren. En daarom ben ik ook heel erg kritisch op mezelf. En ja, als je beter wil worden, denk ik dat je ook gewoon kritisch op jezelf moet zijn. Ook kijken wat je fout doet. Kijk, de dingen die je goed doet, ja, dat kan je al goed. En ik denk dat het toch de kunst is om de dingen die je fout doet, toch steeds te verbeteren. Wat mij is opgevallen, hoe makkelijk jij je hebt aangepast. Ja, klopt. Hoe snel ook. Ja, was zeker niet gemakkelijk, want het is toch een grote stap die je neemt. Het zag er wel heel makkelijk uit. Ja, ik denk dat ik goed opgevangen ben door de medespelers. Ook Kenny en Brian, twee Belgen, was voor mij ja, wel heel goed dat die hier waren. En ja, zoals gezegd, ik heb het eigenlijk weinig problemen aan te passen. Ja, je hebt ook elke wedstrijd gespeeld. Ja, klopt. En hopelijk tweede seizoenshelft ook. Welke wedstrijd is jou het meest bijgebleven? Maar toch die wedstrijd tegen AZ. Want ja, AZ was toch koploper toen, ja, nu nog steeds. En ja, we hadden thuis toch wel niet echt hele goede wedstrijden gespeeld, in mijn ogen. We hadden inderdaad nog niet zo heel goede wedstrijden gespeeld thuis. En we wisten dat dat misschien iets was om de supporters tevreden te stellen. En dat hebben we wel gedaan toen. En dat we dan 5-1 winnen en dat ik dan mag scoren, dat vind ik echt mooi. Ja. Dat vergeet je nooit meer, hè? Nee, dat vergeet ik zeker nooit meer. Was ook mijn eerste Eredivisie goal, dus dat was ook mooi. Elke voetballer wil natuurlijk elke minuut spelen, zoveel mogelijk. In het begin moest je het doen met wedstrijden in de tweede elftal. Was dat heel erg moeilijk? Nee, het was niet heel erg moeilijk. Je weet ook dat je gewoon twee goede buitenspelers voor je hebt. En dat het voor mij gewoon was om me rustig te ontwikkelen. Gewoon achter hun. En dat heb ik gewoon gedaan. En de kansen die ik kreeg heb ik gewoon gegrepen. En dat was ook gewoon de bedoeling. Dus voor mij was het niet echt... Ja, was het niet echt vervelend dat ik in het tweede steeds moest spelen. Ik wist dat mijn kans zou komen, dus. En nu? Wat verwacht je van het komende half jaar? Nou, ja, ik denk gewoon mezelf verbeteren in de zwakke punten van mij. En zoveel mogelijk minuten maken. Wanneer is voor jou het seizoen geslaagd? Ja, als we een prijs hebben gewonnen. Ik denk ofwel de beker ofwel Europees voetbal. Dan is het geslaagd.